18e editie van de Synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, is gisteren geopend in de Grote Stadskerk. Deze synode of kerkelijke vergadering wordt om de 3 jaar in Suriname gehouden. Hierbij evalueren vertegenwoordigers van verschillende EBG-gemeenten, werkorganen en stichtingen het gevoerde beleid van de afgelopen 3 jaar. Daarnaast worden de plannen van de komende 3 jaar besproken door de kerkleiders. Preses Hesdy Samuel die zei bij de opening dat de EBGS momenteel veel uitdagingen heeft. Hij vindt dat christenen zich als herders van het volk moeten opstellen. Samuel benadrukt dat christenen zich volledig moeten inzetten voor het werk van God. Als christenen is die roeping als christen niet voldoende om erop uit te gaan, om ons volledig in te zetten. Een van de mooie liederen van onze zanggroep heeft hij Jezus vraag genomen. Wie wil naar mijn akker gaan? De oogsttijd is al reeds gekomen. Ziet hoe rijk de armen staan. Allen gelden zeer bestemd. Wie weet hem zijn krachten heer? Wie wil hem een antwoord geven? Sint Mary, heer. Niet die andere. Niet mijn naaste. Niet die kinderen van de middelbare school. Maar nee. Hesdy Samuel, preses van de Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS. Hij sprak gisteren bij de opening van de 18e synode. Deze kerkelijke vergadering wordt vrijdag afgesloten.